Heeft u al iets gehoord over de stakingen? Jazeker heb ik daar wat over gehoord. Ik heb begrepen vorige week al dat ze de hele week zouden staken. Dus ja, ik ben ermee bekend. Wij zijn vrijwilligers van de buurtbusvereniging Alderingshoek. En het bestuur heeft besloten om wel te rijden. Maar wij zijn geen stakingsbrekers, dus we rijden alleen de ritten die we altijd deden. Dus niet de ritten die normaal de grote bus reist. Het is wel lastig, ja. Normaal ga ik met de bus naar Centraal en naar mijn werk. Het moest nu met de fiets en in de hoop dat de bus rijdt. Dus ja, anders pakken we de trein. Heeft u al iets gehoord over de stakingen van het openbaar vervoer? Ja, daar heb ik wel wat van gehoord. Ja, alles is leeg en de blownet loopt ook en dat gaat ook niet. Heeft u nog gevolgen daarvan ondervonden vanwege uw reis? En nu nog niet, tot op heden nog niet. Je weet natuurlijk niet wat er nog komt. Dat weet je natuurlijk niet. Heeft u iets van uw collega's gehoord die wel aan het staken zijn? En wat hebben de stakingen tot nu toe opgeleverd? Nee, daar kan ik helaas niets op zeggen, want er zijn eigenlijk twee werelden. Wij zijn een groep vrijwilligers die zorgen dat die bus door de Alderingshoek rijdt. Hè, als zelfstandige buurtvereniging. En ja, de rest is gewoon in dienst van Geoli. Dus daar, helaas, daar kan ik niets over zeggen hoe daar de stand van zaken is.